Jan, welkom in de Papenlandtaxi. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Wie is Gert-Jan van der Linden? Nou, momenteel bondscoach van het Nederlands rolstoelbasketbalteam. Bijna 53 jaar. En volop weg op Tokio voor de Paralympics in 2000. Ja. Wat moeten we echt over jou weten? Wat moet je over mij weten? We zitten nu in de Papendal-taxi en ik heb op 4-jarige leeftijd heb ik een ongeluk gekregen. Waardoor dat mijn beide onderbenen zijn geamputeerd. En vanaf 1977 kom ik hier al op Papendal. En ben daar met mijn sportcarrière begonnen. Mm-hmm. En we zitten nu in 2019 en ik ben er eigenlijk nog steeds. Je bent er nog steeds? Dus, nog steeds, ja. Niet weg te krijgen? Niet weg te krijgen hier. Door bij het meubilair van Papendal. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Want jouw sportcarrière, dat is eigenlijk grappig, want je bent nu bondscoach van het rolstoelbasketbal, van de dames, adviseur bij de heren. Maar dat begon eigenlijk met een hele andere sport, toch? Ja, ik ben toen in 1980, waren de Paralympics hier in Arnhem, dus dichtbij Papendal. De opening was hier ook op Papendal en dat is ook de reden waarom dat ik hier ook al vanaf die tijd eigenlijk kom. Want toen deed ik volop met zwemmen. Ja. Dus mijn sportcarrière is begonnen met zwemmen. En ik was 13 jaar in 1980 toen ik al meedeed met de Paralympics hier in Arnhem. Dus, ik denk dat er niemand anders is die kan zeggen, op mijn 13e deed ik al mee met de Paralympische Spelen, toch? Nee, ik ben nog steeds ook, als je echt gaat kijken in de boeken, daar ben ik nog steeds de jongste gouden medaillewinnaar ooit. En dat is zowel Paralympics als Olympics. Dan ben je 13? Ja, en dat mag tegenwoordig ook niet meer, want die leeftijdsgrens is nu 14 geloof ik geworden, of 15 okay. Zelfs. Dus ik ben de eeuwige jongste gouden medaillewinnaar, nou, zeggen we dan maar. Dat is toch mooi op je naam. Ja. Hoe merkte je van, nou, ik kan eigenlijk best wel goed zwemmen dan? Nou, ten eerste krijg je een beperking en dan denken je ouders natuurlijk van, goh, wat moeten we nu, hè? Want heel de wereld stort in, dus dat is natuurlijk wel heel wat. En ze hebben me gelukkig op een reguliere school gedaan, dus ik ben een normale opvoeding, zeg maar, met valide kinderen. Die deden volop in sport en iedereen voetbalde natuurlijk, dus dat deed ik ook wel, maar dan op mijn protheses. Okay. Maar ja, dan was het van, goh, wat moet je nou doen voor kinderen met een beperking? En bij ons in de straat woonde een man met een beenamputatie. En die hebben we gewoon meegenomen naar de zwemclub en naar de basketbalclub. Okay. En had je, zeg maar, een multiclub voor Paralympische sporten. En zo ben ik er, zeg maar, letterlijk en figuurlijk ingerold. Ja. En dan ben ik eerst gaan zwemmen samen met basketballen. Uh-huh. En toen bleek ik daar dan talent voor te hebben. En toen waren dan de Spelen hier in Arnhem. Dus dan wil je dat natuurlijk meemaken als kind zijnde. Ja. Maar daarna de volle focus op het rolstoelbasketbal. En wat vind je dan leuker eigenlijk? Is het dan zwemmen of toch wel basketbal? Nou, leuker. Ik wist toen die tijd al dat ik rolstoelbasketbal leuker vond. Want het is een teamsport. En eigenlijk zit in mijn genen vanuit de familie zit een beetje het voetbal. Of eigenlijk alleen maar voetbal. Dat is ook een teamsport. Nou, dat is met een beperking is het natuurlijk niet te doen. Nee. Dus teamsport vond ik gewoon veel interessanter en veel leuker. Ja, want je zei, als kind had je dan protheses. Wel. Ja. Vanaf mijn vijfde jaar ben ik gewoon op protheses grootgebracht, zeg maar. En ik liep eigenlijk al en ik fietste. En eigenlijk deed ik alles om mijn protheses. Mm-hmm. Maar toen ik een jaar of 16, 17 was, toen trainde ik elke dag met het rolstoelbasketbal. Dus moesten steeds die protheses aan en uit en aan en uit. Dus toen heb ik ze op een gegeven moment uitgelaten. Toen ging ik ook nog in de verkoop van de rolstoelen. Okay. En, want uiteindelijk heb ik ook nog wel wat bereikt in de zakenwereld, zeg maar. En toen ben ik in de verkoop gegaan van de rolstoelproducten. Okay. En heel eerlijk, als je met een rolstoel binnenkomt rijden, dan verkoop je makkelijker een rolstoel dan dat je lopend binnenkomt. Dus ik heb van mijn handicap maar een kwaliteit gemaakt. Doe je nu nog iets met die verkoop van die rolstoelen? Ja, nog steeds. Ik heb in zoveel jaren ervaring dat ik eigenlijk heel de ontwikkelingen meegemaakt van die rolstoelen. Mm-hmm. Dus iedereen met een beperking kan ik wel zich kwalificeren voor in een goede rolstoel te zitten. Ja. Dus in al die jaren heb je, zeg maar, een hele klantenbestand opgebouwd. Of een aantal bedrijven, als ze er niet uitkomen met mensen met een beperking, dan bellen ze me op en dan vraag ik of dat ze me kunnen helpen. En nog steeds pas ik de rolstoelen, sportrolstoelen met name aan. Dat de mensen met een beperking hun sport op een perfecte manier kunnen beoefenen. Want wat is eigenlijk het grote verschil in die rolstoel van een basketballer en een normale
sportrolstoel. Nou, de sportrolstoel is een stuk lichter ook. En het is ook van een heel sterk materiaal, want anders gaan ze kapot natuurlijk. Want uiteindelijk is het wel een contactsport. En je ziet al bij rolstoel sportstoelen, zie je vaak ook bij onze sport dan de wielen schuin staan. Oh ja. En dat heeft te maken met hoe schuiner dat de wielen staan, hoe sneller dat je draait. Okay. Dus de stoel wordt wendbaarder. Nou, dat is natuurlijk best wel belangrijk in onze tak van sport. Ja, en de stoelen, ja, het wordt dusdanig op maat gemaakt dat je echt je sport voor 2 uurtjes kan beoefenen. Maar daarna ben je gewoon blij dat je uit die stoel kan. Ja. Dan moet je gewoon weer lucht hebben als het ware. Dat zou hetzelfde zijn als een voetbalschoen of atletiekschoen. Die zitten heel erg strak. Strak, ja. En zodra dat je die sport hebt beoefend, doe je hem uit. Want dan komt er als het ware weer lucht bij en dan kun je weer ademhalen. En dat is uiteindelijk met onze sportrolstoel hetzelfde. Jij hebt zelf natuurlijk ook lang gespeeld. Ik heb gezien, je bent 10 jaar op rij ieder jaar landskampioen. Ja, nee, heb je huiswerk wel goed gedaan. Ja, tuurlijk. Dus, best wel, ja. Ja, nou, ik, als het daar gaat, best wel veel. Je hebt echt een prijzenkast die je kunt de hele loods bijna aanschaffen. Alleen maar voor die prijzen, joh. Ja, zowel nationaal als internationaal. Dus als je echt gaat kijken wat uiteindelijk de prijzenkast is, is het wel veel. En natuurlijk is het de teamsport, maar ik heb dus wel altijd wel in een team gespeeld wat echt wereldtop was. En daardoor hebben we ook al die prijzen gehaald. En dat is natuurlijk bij aangepast sporten en dat maakt het ook heel interessant. Is natuurlijk dat je met allemaal mensen met een beperking werkt. En je doet het dan niet alleen, want dat doe je nooit in een teamsport. Maar wij zitten ook nog met klassificatie qua puntensysteem. Dus we spelen met 5 spelers en ik ben een 4, omdat ik mijn beide benen mis. Maar heb je een dwarslesie, dus een zware beperking, dan ben je een 1. En wij mogen met die 5 spelers mogen maar 14 punten in het veld hebben. Wow. Dus er zit een soort gradatie in hoe erg je, of hoe zwaar dat je zwaar, je beperking ja, is. Ja, precies. Ja, ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, en dat loopt dan van 1, 1,5, 2 tot en met 4,5. Oké. En met 5 spelers in het veld mag je nooit boven de 14 punten komen. Wow. Dus wij zijn heel erg, dus ik ben dan een 4, dus dat is zeg maar een hoog aantal punten. Dus een hele goede 1, hè. Dat zou voor mij is dan natuurlijk ideaal. Dus ondertussen ben je natuurlijk ook, terwijl je aan het spelen bent en trainen bent, zorg je natuurlijk ook wel dat je de 1 punt is, of de 1,5 of de 2. Ja, hoe beter dat er hun zijn, hoe beter dat wij worden in zijn totaliteit als ploeg zijn. Wat grappig. Of wat bijzonder eigenlijk. Ja. Want maakt de sport wel eerlijker. Ja, want, dat is wel en, waar, en uiteindelijk is het een sport voor mensen met een beperking. Mm-hmm. En laten we eerlijk zijn, iedereen die sport gaat beoefenen, die heeft er in eerste instantie niet voor gekozen om een beperking te krijgen. Nou, want ik heb namelijk een interview met jou gelezen en je zei heel mooi, niemand kiest er als klein jongetje voor of meisje om rolstoelbasketballer te worden. Nee, dat mag je niet hopen natuurlijk, dat iemand geboren wordt met een beperking. Maar als ze het dan eenmaal hebben. Ja, een talent hebben we natuurlijk niet, hè? Want je hebt geen talent om een rolstoelbasketballer te worden. Tenminste, dat zou niet normaal zijn. Hè? Dus dat moet je ook niet willen hopen. Maar voor onze sport is het, de sporters die wij krijgen, die hebben in principe geen talent voor rolstoelbasketballen. Nee. Die gaan we ontwikkelen. Ja. En dat maakt het ook leuk en interessant voor mij als coach nu zijn en trainer zijnde. Ja. Om ervoor te zorgen dat er meer mensen gaan rolstoelbasketballen. Je hebt lang zelf gespeeld. Je hebt 5 Paralympische Spelen zelf gespeeld. Is 5 of 6. Ja, heel eerlijk. Basketbal 5. Basketbal 1 keer met zwemmen. Ja. En wat is nou het verschil tussen speler zijn en echt coach zijn? Is dat dan de ervaring of zit je dan? Nou, ik moet zeggen dat ik als speler was ik spelverdeler. Okay. En dan had je al een bepaalde rol in het veld dat je een leider was. Dus dat is al een coachende rol inderdaad. Dus dat had ik al. Alleen het grote voordeel als speler is gewoon van, je doet je ding en je speelt. En je gaat af en toe, heb je kritiek op natuurlijk op de trainer en de coach. En dan ga je dat bespreken, zeker als je de aanvoerder bent. Mm-hmm. Maar als coach zijn, dan ben je gewoon 24 uur per dag bezig. Want je bent met je trainingen bezig, je bent met heel de ploeg bezig. Je moet je voorbereiden. Het analyseren van de wedstrijden, analyseren van tegenstanders. Dus als coach zijn, dan ben je eigenlijk nooit klaar. En dan ben je gewoon 24 uur per dag ben je gewoon met je team bezig. En als je enige maar denkt dat je er vanaf bent, dan komt er wel weer iemand voor de deur en dan hebben ze wel weer iets dat je weer mee aan de slag kan. Dus je bent altijd wel in de weer. Wel bezig. Ja. Zitten er nou nog overeenkomsten in als speler en werknemer en coach en leidinggevende? Hoe bedoel je? Zeg maar, als je de sport hebt, zitten daar nog overeenkomsten in met de zakelijke wereld? Ja, uiteindelijk wel. Als je kijkt dat ik nu zelf heel vaak gevraagd word om presentaties te houden. Uiteindelijk is het
vindt men het een succesverhaal natuurlijk, hoe ik dit met mijn beperking allemaal heb behaald. Zeker qua prijs, als je dat ziet, denk ik, ja, als je 6 medailles hebt op de Spelen en wereldkampioen. En, nou, dus er zit heel veel prijzen in mijn kast, zeg maar, wat je net al vertelde. Ja, dan heb je natuurlijk wel een succesverhaal. Maar je hebt het allemaal moeten doen met een beperking in eerste instantie. Dus, en dat was ook in het zakenwereld was het zo. En je hoort toch vaak in bedrijven dat mensen vaak denken in problemen. Mm-hmm. Of met drempels, weet je wel. Dat soort dingen. Dat als een reorganisatie plaats moet vinden. Dat ze denken van, goh, het levert problemen. Nou, ik zie dat allemaal als kansen. En nieuwe mogelijkheden. En ik zeg vaak van, ja, wat zeur je nou, weet je wel. Als je kijkt dat iemand een auto-ongeluk krijgt en een dwarslesie krijgt. Of friendly fire in als soldaat voor je land en je wordt door een collega je benen afgeschoten en daarna zit je in een revalidatiecentrum en dan zit je daar en dan heb je een nieuw perspectief en dan maak jij je druk over een andere baan of zo. Mm-hmm. Dan denk ik bij mezelf van ja, dat veranderen wij dan wel met die gedachten en dan proberen wij de sporters dan in eerste instantie te veranderen. Maar dat werkt precies zelf natuurlijk in het bedrijfsleven en ik denk als jij een goede leider bent en een goede coach bent, dat je ook een bedrijf kan runnen. Want uiteindelijk is het people manager. Dus je moet mensen coachen. En dat doe ik op een manier veel op gevoel. Mm-hmm. Niet zeuren, maar poetsen, dan zeggen we dan maar. Yeah. En zorgen dat iedereen in zijn eigen waarde blijft. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Wat is het moeilijkste aan coachen van een rolstoelbasketbalteam? Waar ligt de uitdaging, laat ik zo zeggen? Ja, voor mij is het natuurlijk, ik ben zelf jarenlang speler geweest. Dus voor mij was het iets gewoons eigenlijk. Mm-hmm. Maar het meest moeilijk is natuurlijk om mensen met een beperking een nieuwe drive te geven in hun leven. Ja. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Hoe doe je dat? Om te laten zien wat het is, wat ze kunnen. Hè? Want wij krijgen af en toe hier op Papendal krijgen we nieuwe sporters. Mm-hmm. Die scouten we dan in het land. Okay. En dat kan een revalidatiecentrum zijn, maar dat kan ook bij een team zijn. En dan denken van, god, dat zou eventueel een goede rolstoelbasketballer kunnen worden. En dan komen ze hier bijvoorbeeld binnen met een rolstoel met wieltjes, dat je niet achterover kan vallen in je dagelijks leven. Maar ja, heel eerlijk, dan word je hier door de medesporters word je uitgelachen, want zo'n wieltje gebruik je niet, want je blijft gewoon zitten in die rolstoel. Nou, dus op dat moment zijn we ook een verlengstuk vaak voor mensen met een beperking om makkelijker mee om te gaan met hun beperking. En dus niet in die drempels denken, maar in de mogelijkheden. En ook laten zien dat het kan. Hè? Dus dat je met zo'n wieltje zonder kan rijden. Mm-hmm. Of zonder een duwhandvat. Dat je altijd zelf een heuveltje op kan. Ja. En niet altijd geduwd hoeft te worden. Want dat is gewoon een kwestie van trainen. En een transfer maken met een plank in je auto of in de douche. Of gewoon van je rolstoel overstappen. Ja. Hè? Dus dat zijn allemaal methodes wat ze onderling zeg maar elkaar leren. En dat zie je ook in de ontwikkeling. Dat die personen op een gegeven moment geen drempels meer hebben. Nee. En alles aanpakken. En gewoon lekker dingen kunnen gaan doen die ze leuk vinden. Die een ander mens ook zou doen. Het is echt die personen inspireren bijna van joh. Het kan daarna nog steeds. Of er is daarna nog steeds zoveel mogelijk. Ja, je hebt gewoon een beperking. En met die beperking kan je heel veel. En natuurlijk hangt het af van welke beperking. Wat je wel en wat je niet kan. Ja. Ja, ik mis mijn beide onderbenen. En dan zeggen ze wel eens van, wat kan je niet? Nou, dan moet ik echt goed nadenken. Ja. En natuurlijk zijn er dingen die ik niet kan. Maar ik weet ook niet of dat ik dat zou willen. Maar dat geldt voor jou hetzelfde. Ja. Jij kan ook dingen niet en wil je helemaal niet. Dan zeggen ze, ja, je kan niet hoog springen. Ik zeg, nou, ik zie het nut niet en waarom dat ik hoog moet springen. Nee, waarom zou ik dat willen? Ja, en boven in een keukenkastje. Daar kan je ook niet bij. Nee. Want dan pak je ook een stoel. En ik pak ook een stoel om eventjes hoger dan te staan. Alleen ja, ik moet dan verder reiken. En als ik er niet bij kan, vraag ik of dat iemand anders het pakt. Maar dat is dat een beperking? Ja, dan heeft iedereen wel een beperking. Dus ik denk dat er altijd veel meer mogelijk is dan mensen zelf denken. Maar je moet wel die drive hebben. En het wordt af en toe ook wel eens kwalijk genomen. Denkt, ook door mensen met een beperking zelf. Dan zeggen ze, ja, jij kan makkelijk praten. Want jij mist alleen je benen en hebt geen dwarslesie. Ja, en dan zeg ik gelijk van, nou, kijk even naar mijn sporters. Die hebben wel een dwarslesie en die doen het ook. Hè. Dus dat is gelijk het vergelijkingsmateriaal. Heb je daar vaak discussies over dan met
dat soort mensen? Vaak, dat ligt er dan. Af en toe dan als ik een presentatie heb gegeven, krijg ik daarna. Want af en toe raak het ook bij iemand iets persoonlijks. Ja. Of heb iemand in de familie. Of ja, en daarna komen ze wel eens natuurlijk in een 1-op-1 gesprek. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk mooie gesprekken. Want uiteindelijk heb ik maar één doel. En dat is trachten dat die persoon met een beperking, dat die makkelijker door het leven gaat. Ja. Dus dan moet je ook wel open zijn en oor hebben om natuurlijk wel te luisteren. Want dat is natuurlijk heel belangrijk, het luisteren. En dan eventueel advies geven. Ja. En natuurlijk heb je niet overal een advies op. Nee. Maar ja, door al die jaren dat ik ermee bezig ben geweest en ook altijd de rolstoel heb geleverd aan mensen met een beperking, mm-hmm. heb je wel heel veel voorbeelden in je leven. Ja. En die geef je dan. En dan hoop je dat het daar het beste uit is. En dat zie je wel in je omgeving, zie je dat gebeuren. Maar het geldt ook wel eens andersom. Ik heb het mooiste voorbeeld heb ik nog altijd zelf, dat ik een keertje een cadeautje heb gekocht voor mijn vrouw. En bij een juwelier. Dat is trouwens al lang geleden. Deed die verkoper, die deed die deur open voor mij. Die zei van nou meneer, ik zou even de deur voor u open houden. En toen zei ik heel kort zo van, ja, maar dat kan ik zelf wel. Ja. Met andere woorden van, er is niks aan de hand, ik kan het gewoon zelf. Toen zei die verkoper, die zegt van, meneer, u denkt dat ik die deur open laat omdat u in een rolstoel zit? Ja. Ik zeg ja. Hij zegt nee, zegt hij. Hij zegt, ik doe die deur van al mijn klanten open, ja. Maar dat is gewoon vriendelijk zijn. Ja. Dus ik denk van, nou, dat heeft mij op zich heeft me dat wel weer even aan het denken gezet. Ja, precies. Van ja, als iemand, waarom niet? Dus ik hou ook wel eens namelijk een deur open voor iemand. Ja. Dus waarom zou dat niet voor iemand zijn in een rolstoel? En waarom zou diegene in een rolstoel gelijk moeten denken dat het is omdat hij in een rolstoel zit? Maar dat is gewoon de persoonlijkheid die dat doet en die vriendelijk is. Nou, dat soort voorbeelden, als je dat ook in je presentatie gebruikt. En zo heb ik natuurlijk tal van voorbeelden. Wat ik gewoon meemaak met je beperking. Dat het twee kanten op werkt. Dus ook voor de mensen met een beperking moeten zich ook aanpassen. Aan het leven zonder beperking. En andersom. Hè, dus dat zit ook een beetje altijd in mijn verhaal. En daar heb ik allemaal wel voorbeelden van aan alle twee kanten. Je zei net dat je mensen scout voor rolstoelbasketbal. Hoe doe je dat? Nou, heel eerlijk. Af en toe, kijk, wij hebben geen uitzendingen meer. En dat is voor onze sporters dat natuurlijk killing. Ja. Want als wij ergens horen dat er een uitzending is geweest en er komen oorlogsslachtoffers en er zijn mensen met een beperking komen binnen. Dus er is iets gebeurd. Niet op tv. Ja. Maar dat horen wij dan. Mm-hmm. En dan weten wij al dat we 3 maanden later in Doorn naar het Militair Revalidatiecentrum gaan. En dan gaan we daar kijken van die mensen met een beperking van, goh, wat is er binnengevlogen? Want voor hetzelfde zit er een actieve lid voor ons team bij. Dus wanneer je op het nieuws hoort van, goh, er is een uitzending of er is een Nederlands militair gewond geraakt. Dusdanig dat hij waarschijnlijk in een rolstoel terechtkomt. Ja. Dan gaan jullie 3 maanden later naartoe. Ja, 2-3 maanden later. En gelukkig hebben we nu die contacten. Mm-hmm. En je hebt nu met die Invictus Games, heb je nu ook dat er mensen vanuit het revalidatiecentrum ook gelijk gaan sporten. Ja. Voor hetzelfde zit er als een goed talent bij voor ons. En dan gaan we die op die manier scouten. Weet je? Ja. Dus, hebben die mensen daar oren naar? Nou, in eerste instantie niet. Want laten we heel eerlijk zijn, de meeste mensen, bijna allemaal als ze een beperking krijgen, denken ze in eerste instantie was ik maar dood geweest. Ja. Want dan gaan ze het verwerkingsproces in. Dan hebben ze vaak een peuk of een pilsje in de hand, ja. Weet je wel. Dus dat is een eerste uitvlucht, zeg maar. Ja, en dan op een gegeven moment probeer je ze toch zover te krijgen dat ze zien van, goh, wat kan er nog wel allemaal? Ja, en die gesprekken, dat is vaak ook emotionele gesprekken. Ja, dat kan ik wel zo voorstellen. En dat is ook logisch. Maar uiteindelijk is het wel mooi als je die mensen wel aan het bewegen krijgt. En het hoeven geen topsporters te worden. Nee. Maar ze moeten wel gaan bewegen, want dat is voor iedereen goed. Dat zijn af en toe. Op die manier scouten we dus ook. Bijzonder, toch eigenlijk wel. Maar ja, inderdaad, je moet ook toch doorselecteren dan of zo. Maar ja. Nu hebben we maar weinig uitzendingen meer. Ja. Dus dat is spijtig voor onze sport natuurlijk. Klinkt heel cru, maar uiteindelijk is het wel zo. Ja, dat ligt hier. Laten we eerlijk zijn, de ziekenhuizen en qua ongelukken wordt allemaal steeds veiliger. En de ziekenhuizen worden steeds beter. Dus onze sport, misschien hoopt iedereen het natuurlijk dat onze sport natuurlijk dadelijk helemaal weg is. Want dan hebben we geen mensen meer met een beperking. Nee. Maar uiteindelijk voor onze sport is het natuurlijk allemaal killing. Dus dat werkt negatief. En dat is voor onze sport jammer. Maar gewoon in het normale leven. Het is een beetje dubbel of zo. Want je hoopt natuurlijk dat mensen zo lang mogelijk gewoon
fit en gezond blijven. Ja. Maar ik kan me ook voor jou voorstellen dat je denkt, ja, het zou ook zomaar mijn baan dadelijk kunnen kosten. Zou zomaar kunnen, ja. Nu ben ik daar niet zo bang voor, want dan gaan we wel weer wat anders doen. Precies. Want ik denk het vak coachen en wat ik leuk vind, dat kan altijd. Ja. Maar het is een beetje dubbel. Maar ja, we zijn overal aan het zoeken naar mensen met een dwarslesie of met een amputatie, dat het talentvolle rolstoelbasketballers zou kunnen worden. Dus ken je iemand, meld je. Ja, dan kan je altijd melden. En dat zeg ik ook altijd in de presentaties die ik houd, hoor. Ik geef die presentaties uiteindelijk om onze sportbekendheid te geven. Ja. En om leden te zoeken. En dat mensen gewoon niet gaan denken in problemen of beperkingen, maar juist met uitdagingen. Dat vind ik leuk. Ja, je hebt echt heel veel gewonnen. Ik bedoel, je kunt een loods bijna kopen voor al je prijzen. Is er dan één prijs waar je dan het meest trots op bent? Waar je denkt, nou, die prijs, daar heb ik zoveel tijd en energie in gestoken. Of zo lang zilver en toen ineens goud. Nou, als je echt over een prijs, dan is het, voor mij vind ik nog altijd dat ik geridderd ben. En geridderd ben ik niet op factor van een gouden medaille te gewonnen hebbende. Want dat was in die tijd toen ik mijn laatste gouden medaille won als speler zijnde. Toen kregen we nog geen lintjes automatisch na een gouden medaille. Nee. Ik heb hem echt gekregen op basis van als wat ik uiteindelijk doe voor de maatschappij, mm-hmm. voor mensen met een beperking. En uiteindelijk vind ik dat nog steeds de mooiste prijs. Omdat dat een prijs is die mij persoonlijk aangrijpt. Omdat je uiteindelijk je werk dusdanig probeert uit te voeren. Dat wat ik al net zei, dat je niet denkt in problemen. Nee. Maar dat je juist denkt in de positieve dingen. En op die manier ben ik ook geridderd. Natuurlijk ook naar de hand van de prijzen die je hebt gewonnen, maar het is meer een totaalbeeld. Juist. En dan zeg ik van, nou, dat vind ik tot nu toe dan nog wel de mooiste individuele prijs die ik heb gekregen. Een soort bekroning op de afgelopen 40 jaar. Dat is wel een goede trouwens. Bekroning op een ridder. Ja, dat doe je goed. Oh, mooi. Ja, ja. Ik vroeg me af, hè, want je was 4 toen je een ongeluk kreeg. Had je dan als kind een voorbeeld eigenlijk? Waarvan je dacht, nou, je hebt toch wel eens als kind dat je denkt, joh, dat is echt Ronaldo, is mijn grote held, ik noem maar wat. Nou, ik had bij voetbal, want ik ben echt altijd met voetbal bezig geweest. Je had een Braziliaanse voetballer, Zico, in die tijd. Niet de tv-aanbieder. Dat is niet de tv-aanbieder, dat is natuurlijk, maar dat was een goede Braziliaanse Zico. Het is geen met twee G's, maar met een C. Oké, okay. Oh, Zico. Nee, dus mijn grootste voorbeeld was Zico als voetballer en ook nummer 10. Dus ik heb ook altijd nummer 10 gedragen met basketbal. Dus dat was zeg maar mijn sportheld. Ja. En daarnaast bij het rolstoelbasketbal was dat ook Henk McKenzie. Dat was een van de beste spelers toen die tijd voor het rolstoelbasketbal. Mm-hmm. Dat was ook mijn grote voorbeeld. En die woonde dan in Dordrecht, dus vlak bij mij thuis. En die heeft me eigenlijk op sleeptouw genomen en daar heb ik het meest wel van geleerd als speler zijnde. Zeker in die tijd, want ik ben op de lagere school ben je gepest omdat je twee kunstbenen had. En ook op de hogere school ben je ook gepest omdat je twee kunstbenen had. Ja, en daar heb je eigen moeten harden, want jij was toch dat jongetje zeg maar, met die houten poten, want zo ging dat gewoon. Dus ja, ik ben best wel veel gepest geweest. En door dat pesten denk ik wel dat ik sterker ben geworden. Maar ik had mijn uitvlucht had ik gewoon in mijn sport. Dus ik trainde gewoon 7 dagen in de week en dat was dan met zwemmen en basketbal. Ja, dat was gewoon mijn uitlaatklep, dat steeds als ik buiten was of op school was, werd ik gepest. Dus in die sport al en in het zwembad, daar was ik gewoon iemand. Gewoon gelijk voor je gevoel. Ja, en ik denk ook dat ik daar best wel gehard door ben. Mm-hmm. En misschien is dat mede redenen waarom dat je zo succesvol bent geweest, dat zou best kunnen. Ja. Dus ook daarvan weer van iets negatiefs iets positiefs maken. En ik denk dat je op die manier ook in het leven moet staan. Toen je Olympisch goud won, toen je 13 was, holy shit, 13. Ja. Ging je toen naar school en liet je aan al die kinderen zien die jou misschien wel eens hebben uitgelachen van jongens, kijk eens hier, Olympisch goud. Nee, dat heb ik nog ineens gedaan, want ik wist dat je weet niet het gevolg daarvan. Dan, hè? Nee. Want als kind zijn, dan denk je van ja, ik heb het wel laten zien, maar dan pesten is toch pesten. Ja, maar het kan ook zo van, hey jongens, kijk, leuk, maar ik kan het gewoon heel goed. Je stond overal in de krant en iedereen had het er wel over. Ik mocht het gemeentehuis in Ridderkerk openen als sportman, weet je wel. Dus op dat moment was je wel iemand. En ik ben ook naar een andere school gegaan in die tijd. Okay. Dus ik ben vanuit Ridderkerk ben ik naar Barendrecht naar school gegaan. Mm-hmm.
En daar is het gelukkig allemaal wat beter gegaan. Dus op dat moment heb ik ook gelijk een stap gemaakt naar een andere school. Dus ja, het was een beetje een en-en situatie. Mm-hmm. En die school die heb gewoon totaal meegewerkt aan mijn sportcarrière. Ja. En tegenwoordig is dat normaal. Maar in die tijd, zeker als je een beperking hebt, je diplomaatje is natuurlijk belangrijk. Ja. En nu doen ze de school om de sport heen. Maar in die tijd konden ze dat helemaal niet. Maar ik had gelukkig een school gevonden die dat wel deed. En dan had je vrijstelling voor... Ja, dat ik elke dag kon trainen. En ik was aardig wat in het buitenland natuurlijk met toernooien. Ja. Dus ook daar is het allemaal goed gegaan. En ik heb een diploma gehaald en ik zei altijd van ik ga mijn geld verdienen in de sport. Nou, dat was natuurlijk wel wat voor je ouders. Want die dachten van ja, je kan dat wel makkelijk zeggen, maar je mist allebei je benen en wie zegt onzeker dat je bestaan. Dus dat is gewoon zo. Maar uiteindelijk is dat wel weer gelukt. En dat is ook de reden dat ik nog steeds vanaf 1977, nu wat is het, 2019 op Papendal ben. Zo, goed hoor. Ja. Echt te gek. En nu Tokio komt er weer aan. Hoe voelt het dan weer om weer naar een Olympische Spelen toe te werken? Heel het leven bestaat eigenlijk altijd al 4 jaar om 4 jaar. Dus het is altijd van spelen naar spelen. Dus alles staat nu in het teken voor Tokio. En we hebben dit jaar het EK in Rotterdam. Mm-hmm. In eigen huis. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Dat moet op tv komen, heb ik gezien. Ja, we zijn bezig met een crowdfunding om geld in te zamelen. Om ervoor te zorgen dat het live op tv komt. Kijk, voetbal wordt altijd live uitgezonden, want daar betalen ze zelfs voor. Mm-hmm. Maar wij moeten uiteindelijk een potje creëren om op beeld te komen. En dat geeft niet. We zijn volop bezig met het toernooi te organiseren. En dat is gewoon veel geld. En door subsidies van VWS, Team NL en mm-hmm. Noem alles maar op. De Nederlandse Basketbalbond komen we het wel bij elkaar. Maar je moet toch ook creatief zijn. Ja. En met die crowdfunding proberen we creatief te zijn. Waardoor dat we de halve finale en de finale dag live op tv krijgen. Dus we zijn volop mee bezig. Gaat het goed daarmee? Kan altijd beter, maar dat het er gaat komen, dat is zeker. Wauw, ja, wel te gek. Tuurlijk, ja. Ja, dat wordt mooi. En dan het EK? Ja, dan... eerste 4. Oké. Okay. En dan gaan we een jaar lang weer fulltime hier op Papendal trainen. Uiteindelijk weer voor het hoogst haalbare op de Spelen in Tokio. En als je kijkt naar de ploeg hier met een fulltime programma hier op Papendal, dat ze dagelijks trainen. Die meiden en die jongens die maken ongeveer zo'n 20 tot 24 uur training per week. Jezus, en daarnaast hebben ze dan nog hun trainingen bij de club en de wedstrijden bij de clubs. En dan het nationaal team. Ja, het is gewoon een volledige baan voor een ieder. Maar ze hebben maar één droom en dat is een medaille op die Spelen. Dus en als topsporter dan dromen. Je kan ervan dromen, maar je moet ook hard voor gaan werken en hard voor trainen. Ja. En als je dan kijkt naar die gasten, hoe ze allemaal bezig zijn en je kan daar... bij bijdragen, zeg maar, als coach zijnde. Nou, dat is gewoon fantastisch werk. En ik denk dat ik me heel goed... Jij kan je natuurlijk heel goed inleven in hoe die gasten of dames zich in dat geval voelen. Ja, 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 ik moet af en toe... Dan heb ik wel mijn collega-coaches vanuit de valide-sport praat ik dan wel eens. En dan denk ik, af en toe ben ik daar wel eens jaloers. Want die hebben natuurlijk een mega vijver waar ze uit kunnen putten. Ja. En wij hebben natuurlijk mensen met een beperking, is toch maar een klein aantal mensen. Mm-hmm. En dan is het wel eens, kijk je wel eens jaloers van, goh, hadden wij ook maar zo'n grote vijver. Veel, ja. Want dan weet je dat het niveau nog hoger gaat worden. Maar wij doen het met de middelen die we hebben en de mogelijkheden die we hebben, met de sporters die we hebben. En die sporters die gaan er allemaal keihard voor. Alleen ja, concurrentiestrijd is altijd wat minder bij Paralympische sporten onderling in Nederland. En dat is voor jou als trainer coach zijn, is dat wel eens jammer. Want dan kan je ook sneller wel eens je doel bereiken. Ja. En wij moeten daar andere handvatten voor gebruiken als coach zijn. En de uitdaging om het zo lang mogelijk natuurlijk goed en niveau hoog te houden. Ja. Ja, en we zijn natuurlijk al jarenlang top van de wereld. Ja. En als klein landje is dat blijven toch super knap dat je dat toch weer elk jaar voor elkaar krijgt. Nou, hetzelfde met die hockeydames, daar heb ik wel eens over gehoord. Dat zij zitten al jarenlang echt aan de top. Argentinië is eigenlijk een soort tweede land waar er wat dichtbij komt. Maar de grootste uitdaging, dat zijn ze eigenlijk zelf. Ja. Want ze moeten zelf dat niveau zo hoog houden. En als zij verslappen... Ja. Dus dat, ik kan me goed voorstellen dat dat een hele grote uitdaging is om zelf maar jezelf te blijven uitdagen, constant. Dat zeggen wij ook hoor, de grootste tegenstander ben je uiteindelijk zelf. Ja. En dat is ook wel zo. Alleen neem niet weg dat wij met het rolstoel basketbal wel een aantal landen hebben, zoals Amerika, Duitsland, Engeland, Canada, Japan, China.
Dus we hebben wel een, we hebben iets meer concurrentie dan, dan jouw vergelijking met hockey dames. Maar neem niet weg dat als je zelf keihard kan trainen en dat niveau zo hoog kan krijgen. En je ziet dat het op trainen hoe het gaat. Nou, dan ben je de grootste tegenstander ben je zelf. Want je moet gewoon uitvoeren wat je traint. En zoals je traint, zo ga je ook spelen. Dus dat moet een besef van zijn. Nu word je regelmatig best wel vaak geboekt als sportspreker. Waarom word jij geboekt? Waarom word ik geboekt? Ja. Het is vaak gecombineerd met een rolstoelbasketbalkliniek. Okay. En een rolstoelbasketbalkliniek is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Omdat je dan allemaal gelijk bent en niemand heeft er ervaring mee. Nee. En het is gewoon, je hebt gewoon lol en je krijgt op een gegeven moment ook een ander beeld voor wat het is om in een rolstoel te rijden qua sporten. Mm-hmm. En kijk, bij paardrijden heb je een paard nodig. Bij de Formule 1 heb je een Formule 1 auto nodig. En bij ons heb je een rolstoel nodig. Hè. Bij hockey heb je een stick nodig. Dus op zich heb je een rolstoel nodig. Je hoeft niet per se dus een beperking te hebben. Nee. Want ook als valide mag je ook rolstoelbasketbal spelen. Niet internationaal, maar wel nationaal. Hoeveel punten krijg je? Dus dan ben je, dan ben je een 5. Maar okay. dan kan je gewoon spelen. Okay. En, dus dan is iedereen gelijk. Mm-hmm. En men boekt mij daar dan bij van dat je dat vaak met mensen met een succesvol verhaal natuurlijk. Want als je gaat kijken in de reeks van prijzen is er bijna niemand die zoveel heb gewonnen en heb bereikt. En dat allemaal met een beperking. Dus niet in drempels denken, maar in mogelijkheden. Ja, en dat is vaak het verhaal wat ik doe. En ik heb natuurlijk best wel een rugzak met me mee te dragen met het pesten. En met mijn mensen qua sporters, wat hun moeten overwinnen, waar je een onderdeel van bent. Dus mensen daarin motiveren en... Dus dat is vaak de reden waarom dat je gevraagd wordt om wat te vertellen bij bedrijven of bij sportteams. Om te laten zien van, goh, wat kan je allemaal nog, ook al heb je een beperking. Droom je nog ergens van? Is er nog iets wat nog niet vervuld is? Nou, of dat ik echt iets droomt. Ik zou eigenlijk, een van mijn dromen, ik heb wel meerdere dromen, maar een van mijn dromen is ooit dat ik nog een eigen kerk zou hebben. Een eigen kerk. Okay. En dan die kerk ombouwen als een sporthal. Oh, wauw. En als je dan echt zegt van God dromen, dan vind ik... Want ik heb een stichting samen met Twan Klerks. Mm-hmm. Twan en ik hebben een stichting Basketball Experience, NL. En met die stichting proberen we dromen van mensen met kinderen of mensen met een beperking... het rolstoelbasketbal te laten rolstoelbasketballen. Mm-hmm. En echt dromen uit laten komen daarvan. Yeah. Nou, dat vind ik natuurlijk super gaaf. En als dat zou gebeuren in een eigen plek, als een eigen kerk met een sporthal en daar alles erop en eran, dan denk ik van, nou, dat zou wel toch wel een van de dromen zijn om uit te laten komen. En ik blijf dromen van elke overwinning van een toernooi natuurlijk, want als coach zijn, dan wil je toch altijd winnen. Ja. Dus elke medaille die je weer wint, is altijd een droom. Dus ik blijf altijd dromen van winnen. Dus welk toernooi dat het ook is. En waarom dan een kerk eigenlijk? Ja, gek, hè? Dat kan een geloot zijn, toch? Nee. Wat heeft de kerk daar nog mee te maken? Ik ben één keer in Amerika geweest. En toen heb ik een basketbalwedstrijd zelf gespeeld in een kerk. Wow, oké. En toen heb ik eenmaal gedacht van, nou, als ik ooit de mogelijkheid krijg, ga ik een kerk ombouwen tot een sporthal. Want dat is gewoon echt geweldig. Nu weet ik dat de kerken, daar zitten best wel een beetje crisis in, toch? Ja, er zijn best wel veel kerken te koop. Ik ben al met een aantal kerken bezig geweest. En ik ben ook al heel ver geweest met een kerk. Okay. Echt heel ver. Maar de verbouwing was gewoon niet te betalen. Dus die kerk konden we overnemen. En het was monumentenzorg. Dus aan de binnenkant mocht je alles verbouwen. Ja. Maar ja, je bent zo 3-4 ton kwijt. Ja, dat is een duur geintje. En dat is dus een heel duur geintje, want het moet natuurlijk wel allemaal kwaliteit zijn binnen. Want het moet natuurlijk wel... Het moet natuurlijk wel top zijn. Het moet niet half zijn. Nee. En dus dat half ben ik zelf al. Dus het moet allemaal goed zijn. Dus het moet allemaal goed zijn. Maar als je zegt van ja, een droom. Ja, dan is dat wel, qua sport is dat wel een droom. En dan natuurlijk de gezondheid van je kinderen, daar droom je altijd van als dat zo blijft. Dus dat is natuurlijk, dat staat natuurlijk buiten kijf. Wat is de belangrijkste boodschap die jij meegeeft in een presentatie? Nou, ik zeg altijd, de mensen moeten uit mijn verhaal maar halen wat voor hun persoonlijk iets is. Dus echt een aparte boodschap, dat je echt gaat zeggen van nou, je hebt één boodschap, heb ik eigenlijk niet. Ja. Want ze mogen ook altijd heel veel vragen stellen. Ik heb in mijn presentatie een dia met alleen maar foto's. En achter elke foto zit een verhaal. Dus ik laat ze ook vaak een foto kiezen.
En dan komt daar weer een persoonlijk verhaal uit. Wat ik op dat moment achter die foto weer heb. En dus ja, ik geef gewoon mee als boodschappen. Haal eruit wat voor jou van toepassing kan zijn. Ja. En als dat niks is, is het ook goed. Ja, dan hebben ze in ieder geval een leuke middag. Dat hoop ik wel. En zeker als ze afsluiten met een Rolse basketbalkliniek. Dan ben je helemaal gelukkig. Dan hebben we weer meer bekendheid van onze tak van sport. En voor hetzelfde geld zit er nog ergens een talent die we anders mislopen. Ja. Of misrijden, hoe je het ook wel zeggen. Mooi, misrijden. En de boodschappen die je meegeeft aan je kinderen, wat is dat? Ja, geniet en denk aan de positieve dingen. En denk niet altijd negatief, weet je wel. Dus het is echt, als je dat om in je omgeving ook hoort. Het gaat altijd in eerste instantie, als iemand ook wat zegt, denkt men altijd vaak, aan iets negatiefs. Terwijl het ook een keer een vraag kan zijn uit iets interesse in iemand. Of, weet je, dat wordt ook wel eens vergeten, vind ik. Ja, he, want als positief. Als ik vraag van jou van, goh, hoe is het? Dan is het van, dan geef je gewoon antwoord. Ja. Of je denkt van, waarom vraagt hij wat? Zou er wat zijn? Ja. Dat is weer negatief. Dus ik denk liever in het positieve. Ik zeg altijd, nou lekker, want de zon schijnt. Daar ben ik dan blij mee, daar word ik gelukkig van. Ja, dat is vandaag wel zo. Ja, in dat geval. Ja, maar wat doe je als het regent? Dan zit ik huilend in een hoekje binnen en Netflix te kijken. Ja, en dan denk je van, als het een beetje mee zit, is het morgen weer de zon. Is het morgen weer mooi weer. Ja, toch? Ja. Nou, moet ik je nog ergens afzetten met de Papendal taxi? Moet je nog ergens naartoe? Nou, wij trainen hier dagelijks bij de Arnhemhal. Oké. Dat is natuurlijk een fantastisch complex hier hebben ze gebouwd. Helemaal compleet voor Paralympische sport als Olympische sport. Dus als het jou goed uitkomt, dan zou het graag bij de Arnhemhal. En dan gaan we weer training geven. Nou, top. Dankjewel dat je mee wilde rijden. Oké, jij ook bedankt. Ik vond het leuk.